Welkom terug mensen bij een nieuwe video van Onderweg met Johan. Deze video beginnen we even anders dan dat jullie gewend zijn. Ik ben namelijk nog thuis. Wat gaan we doen? Vandaag is er een nieuwe vrachtwagen afgeleverd bij Henk. En ik heb gehoord dat het een hele mooie auto is geworden. En daar gaan we zo naartoe en daar gaan we een mooi filmpje over maken. De jongens gaan ook mee. Jongens, zijn we klaar? Oké, en wat zeggen we dan? Let's go! Let's go! Ik vind het best wel een beetje spannend jongens. Zo. Nou. Oh ja, een nieuwe vrachtwagen. Ja, ik heb gehoord dat het een hele mooie auto is. Misschien maken we rijden. Nieuw video! Komt ie aan mensen, een nieuwe auto. Wat een auto, mensen. Oh, ja, kijk. Oh, je pietje, ik natte voet ook nog. Hier bij Henk hebben we wel een primeur. Dit is de eerste DAF. De eerste nieuwe DAF met voorloopas. Althans, die besteld is dan. Er rijden er al meerdere op de weg. Maar doordat de aflevering wat op zich liet wachten, rijden er al meer op de weg. Maar we hebben wel een primeur. Laten we de auto's even gaan bekijken, jongens. Kijk hier, jongens. Die zullen we met de hand opgeschuurd, denk ik, of niet? Ja, ze hebben hem eerst helemaal gespoten. En zo die traantjes hier helemaal opgescheurd. Van de werkstad, joh. Al die traantjes. Het zal best wel tranen gekost hebben. Bloedlijn 2. We hebben al een auto, is bloedlijn 1. Dit is bloedlijn 2. Hoe zit het met die zijskuts, Maiko? Is het origineel of niet? Nee, deze zijn speciaal gemaakt bij Fiepshield in Dodewaard. De DAF mag officieel zelf geen zijskuts leveren, omdat ze net iets buiten de maat vallen van de originele breedte. Omdat ik een dubbele tank heb gekregen. Als die zijskuts er tegenaan zou komen vanuit DAF, zou er een bepaalde ruimte tussen moeten zitten, waardoor die auto te breed wordt. Dus op een voorloper konden ze geen zijskuts leveren. En dat hebben ze dan via Fiepshield. Die heeft dat helemaal netjes origineel of ingekort of compleet nagemaakt, dat durf ik niet te vertellen, maar ik kan wel zeggen dat het gelukt is. Ja, zeker. Hij is mooi geworden. En met dat spuitwerk erbij. Ja, gewoon strak, gewoon één geheel. Het sluit netjes aan. Op de spatborden met de cabine, alles netjes, traanplaat eroverheen. Ja. Super. Ja, wij hebben dit vaker gezien en wij zien vaker zulke dingen, maar voor een leek, dit is allemaal extra's. Dit is extra's, dit is extra. Het is gewoon om de auto strak uiterlijk te geven. Slangenrek ook. Dus het is allemaal niks origineel, het is allemaal extra. Een mooier uiterlijk te geven. Spaborden, gespoten. Dit ook, normaal zit dit niet. Dit loopt gewoon zo. Yes, hoe noemen ze deze dingen? Dat zijn strings. Strings. Die oh ja, het lijkt wel op een stringetje. Die zijn ook speciaal gemaakt op Fiepshield. En klein detail, er zit een mooi lijntje in verwerkt. Allemaal extra ertussen gezet om de auto gewoon één groot, strak, dik geheel te geven. Super gaaf. Met het spuitwerk zijn de details meegepakt. De achterkant van de lampjes zijn normaal zwart, zijn van kunststof, zijn mooi meegespoten om het één geheel te maken. Alles meegespoten, achterkant ook meegespoten. Dik joh, dit is ook nog helemaal dicht. Ja, hier staat wel wat mensen. Nou, deze kant zelf natuurlijk. Traantje voor traantje. Hier ook helemaal dicht. Echt een mooie auto. Ik ben echt geen DAF-fan, maar dit is echt wel een mooie auto geworden. Zijfennetjes erop. Heel mooi, Maiko. Dat is een douche. Ja. Dat is een douche, ja. Als ik onderweg sta, kan ik zo het is een douche. Voor onderweg. Als Maiko onderweg is, kunnen we douchen. Kan ik douchen? Ja. Jawel, wat een luxe, of niet? Nee, dit is de camera voor de dode hoek. Als jij hier zou fietsen, dan kan ik jou van binnen uitzien. Het heeft allemaal met de veiligheid te maken. Die lichtbak is ook mooi. Als je lichtbak brandt, normaal zie je hem dat hij helemaal wit is en dan zie je dat de letters eruit komen. Hier is het anders. Hier is die zeg maar dicht en komen de letters eruit. Vanavond als het donker is, zal ik jullie dat laten zien. Ik ben trouwens ook wel blij dat er spiegels op zitten en geen camera's. Of blij, maar ik vind het veel mooier om te smoelen. Als ik eerlijk moet zijn, camera's werkt echt mooi. Ik heb de demo mee gehad met de camera's. Het werkt, het draait mee in de bochten, het is super. Maar voor het uiterlijk... Ja, dat vind ik dus ook, ja, het werkt allemaal wel, maar voor het uiterlijk zijn spiegels mooier. Hij is mooi gespoten bij Bronk. Bronk heeft ook een mooie website.
De link van de website staat in de beschrijving onder deze video. Er zit wel een likkie verf op, denk ik, of niet, Michael? Alles is gespoten. Er zitten geen stickers op. Je voelt geen lijntjes. Hij is helemaal tussen geschuurd. Hoe lang mag gespoten. Totaal 5 lagen blanke lak. 5 lagen. Papa? 5 lagen. Al de kleine details meegespoten. Achterkant van de werklampjes. Alles mooi rood meegespoten. Ja, super gaaf. Spanbordverlengers, mooi meegespoten. Dat blijft normaal heel veel kunststof. De achterkant van de lampjes. Het is echt mooi gelukt. Echt dik geworden. Laten we eens even van de binnenkant gaan kijken. Ah, heerlijk. Het oude vertrouwde DAF-geluid. Tududum. 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 Leg hem op deze. Ja, dit is het DAF-geluid. Tududum. Tududum. Heeft Michael vandaag gekregen. Schitterend. Tududum. Het DAF-geluid. Ja, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien op de camera, maar hij is echt ruim van binnen. Dit is wel een vrachtwagen, mensen. Zie ik al een paar weken mee onderweg. Hij is zo ruim, joh. Kijk, ik sta hier. Kijk, van een dak-airco. Dat heb je in de bus ook, als we met de bus op vakantie gingen. Dat doe ik altijd zo. Er is nog een hogere cabine, ik kan nagaan. Dit is de XG. Kijk, hoe springen. Plus. XG, je hebt ook een XG Plus. De ruimte ook, achter het bed, maar kun je gewoon ruimte over? Kan je die uitschuiven? Kan je hem nog breder maken, niet? Nee, dat ik weet. Ik denk dat hij hier komt, die vind ik wel mooi. Tududum, tududum. Hier kan wel een nachtje mee onderweg, hoor. Normaal bij onze vrachtwagens heb je trottoirspiegel. Die zit dan hier aan de buitenkant. Kan je zo naar beneden kijken. Voor fietsers en kan je die hoek in de gaten houden. Hier hebben ze een camera, dat is weer nieuw. Je ziet de hoek. Dat is die hoek. Zie je daar. Hij kan straks ook deze video op dit scherpje terugkijken. Schitterende auto, Michael. Echt een mooie auto. Je bent de eerste die in de kastjes kijkt, Johan. Maar Tron kan hierin, of zo? Je kunt de hele week onderweg blijven. Zal die wel niet doen, maar... Dit is een mooie uitklap. Hoe? Gewoon duwen, denk ik. Duwen, denk ik, zit hij. Oh ja. Oh, kijk eens. Via het trappetje kan je gewoon naar het bovenste bed. Het bovenste bed gaat dan wel naar beneden nog. En hier kan je met z'n tweeën echt goed in leven. Het is wel een beetje plastic fantastic, maar... Je kunt je ermee redden. Ja, en hij is nou nog helemaal origineel. Ik heb er andere gordijnen in. Oh ja, er hangen andere gordijnen in, maar dit is allemaal nog origineel. Daar komt nog wat. Michael gaat hem helemaal de komende maanden aankleden. En ik heb een vloertje erin, lampjes, dingetjes. Bedplaatje, komen nog wat knopjes. Het is maar een woonkamer. Ja. Moet er wat leuks van maken. Zeker, er wordt wel wat. Hey Michael, mooie auto, dus toetré. Nou, zoals eerder gezegd, ik ben niet echt een DAF-man, maar dit is echt een supermooie auto geworden. De firma Henke kan echt trots op zijn dat ze weer zo'n mooi exemplaar op de weg hebben gezet. Hey, maar hoort daar niet wat achter? Die heb ik daar verstopt staan. Een trailer met een nieuwe kraan. Zal ik hem anders gelijk even aankoppen? Zeker, gaan we doen. Dit is ook eentje. Hier gaan we ook wel een keer een videootje mee maken. Dacht jullie dan voor deze? Een zwaardere Scania is er niet. Hier moeten we ook een keer een videootje van maken natuurlijk. Laten we een keer een video maken van alle drie de V8's. Van die andere die we net hebben laten zien en deze. Binnenkort een nieuwe video van alle drie de V8's. Ik denk dat hij deze aan gaat koppelen. Hey Joep, zes hoi tegen YouTube. Hey! Hey! Hey. Oh. Oh. Kijk jongens, how low can you go? Zo, de poten zijn omhoog. De schotels zijn vast. De slangen gaan er nu aan. Is die trailer ook nieuw, Michael, of had je die al? Die trailer die had ik al.
Deze is compleet in Henkenstijl gespoten. Dus het is een bestaande trailer die overnieuw gespoten is. Dus in de kleur is gezet. Ja. Wieletjes. Alle wielen die rondom de auto kun je haar in doen. Helemaal nieuw. Hij staat er echt. Een nieuwe kraan. Ah, ik zag ook dat je een nieuwe kraan hebt. Ja. Ja. Gaan we even kijken. Op het kraantje kijken. Ik ben verder niet zo heel technisch aangelegd. Maar wat dit betekent is een 13 tons meterkraan, twee keer uitschuif. Ja, en ik kan je niet goed uitleggen wat 13 tons meterkraan nou precies inhoudt. Komen we op een andere video komen we daarop terug. Maar de twee keer uitschuiven, dat snap ik wel, want dat heb ik zelf ook. Dat zit hier. Schuift je twee keer uit. Kan je heel ver weg om te lossen. Zo leuk en zo mooi als je nieuwe spullen krijgt om mee te werken. Dat is super gaaf. Het is ook voor het eerst voor mij dat ik op zo'n kraan ga zitten. Ik blijf altijd een hele klim op zo'n kraan. Dat is een heel apparaat dit. Boris. Engine off. Nu we toch zo hoog staan. Kijk die lampjes. De achterkant. Ja, dat is mooi. In het donker ga je dat veel beter zien natuurlijk. Maar ook detail. Super gaaf. Netjes hoor. Het zit nu overal nog wel heel erg veel vet. Ja, fabrieksvet hè. Zo komt dat van de fabriek af. We hebben heel veel doekjes bij Henke. Dus dat wordt wel weggehaald. Mooie werklampen. Oh. Kan ik rijden. Kun je wel wat noemen. Maar kan ik rijden. Kom doen. Hey, maar kun je niet even een stukje rijden, Michael? Natuurlijk. Ja, mag ik rijden? Van mij wel. Wow, dit krijg je zien als je hem start. Mooi. Dat is wel wijs. Dit zit wel hoor. Hier is je vuurtje, ben ik nu. Hey, maar hoe gaat het stuur naar beneden? Oh ja. Even kijken hoor. Ik ben dicht. Oh hier! Drijf. Handrem. Dat is wel wat anders dan mijn Scania. Ik rij nu voor het eerst in de nieuwe DAF 530. XG! Hola die! Dode hoekcamera. Maar kijk hoeveel je erin kan zien, jongens. Ah, dit rijdt wel lekker hoor. Het voelt ook echt als een nieuwe auto. Breekie, breekie. Hier is Freekie. Eerste indruk is echt wel fijn van deze auto. Hij rijdt echt wel fijn. Alles digitaal. Ik voel het echt als een nieuwe auto. Firma Henke. Wauw, wat een mooie auto. Ja, dat klopt. Hij is nieuw, mensen. Het is feest. Raampje naar beneden. Dan ga ik even achteruit rijden. Even wachten, meneer. Even wachten, meneer. Ik ga eens kijken of ik het op de spiegels kan. Er staat ook wel een deurtje open, maar... Kijk eens zo mooi dat het loopt. Hai, in één keer. Zo moeilijk is het niet, dat doet hij vandaag. Kijk hoe groot die instap is. Zijn klein jochie, hij kan er helemaal recht op in staan. Duk doet even voor hoe je uit moet stappen. Twee handjes met de voeten. Treetje voor treetje. Helemaal goed. Joep kan er ook helemaal recht op in staan. Ja, Joep doet het ook even voor. Twee handen aan de hendels. Of aan de stangen bedoel ik. Treetje voor treetje. Ik ga even de klemmen wisselen. Hij heeft die kraan daaruit gehaald, gaat nu daarin.
deze dingen, hij doet met blote handen doet, en hij schiet dicht. Voorzichtig maar zijn. Daarom, ik heb meestal wel handschoenen aan, maar ja, even niet bij de hand nu. Ik heb even geen bij de handschoen. Yes. Nu gaan we met de heftruck die en die daar achter ergens neerzetten. Kijk hier eens voorbij komen. Ari! Ja, echt superleuk dat ik vandaag in deze auto mag rijden en dat we toch een beetje een impressie hebben van wat deze auto doet. Toch zou ik wel willen weten hoe die auto rijdt als die geladen is. Dat gaan we ook een keer doen. Vanavond gaan we bekijken hoe die erbij staat in het donker. Kijk, als er een nieuwe auto wordt afgeleverd, dan doen we hem daarna doe je hem nat maken. Dan nodigen we het mensen uit en collega's en die kunnen dan de auto komen te bezichtigen. En dat is nu gaande. Hapje, drankje erbij, hartstikke gezellig. 0.0 hè? Oh, daar staat het. Hey, jongen. Feliciteerd met een mooie auto bij. Dankjewel, man. Proost, hè? Hey, proost. Ga dat erbij heen als je een nieuwe auto krijgt? Ja, denk het ja. S'avonds is het mooi hoor, in het donker. Hey Jeanette, ja, en in het donker is het ook een gezellig auto. Sfeerverlichting. Hier rode lampjes. Oh, dit is ook mooi. Geen sterrenhemel, maar een sterren onderkant. Nou, er zit een rode verlichting zat in, dat is wel gezellig. Hey! Er is hier genoeg. Komen we de avond wel mee door. Het is koud hier. Het heet ook een koelwagen. Oh, is dat het? Steltje met defrietwagen.nl. Sta je te lachen? Heet leuk. Zeg hallo tegen YouTube. Hallo YouTube. Hallo YouTube. En Johan neemt een frietje in zijn mond. Even goed de saus erin. Goed vet erin. Lekker man. Lekker man. Vind je hem ook mooi, Robert? Beetje daf, man. Ben je trots op? Dikke bak, man. Echt, super. God, wat een feest. De confetti die komt uit de hemel vallen. Goedemorgen. Goed vaak, jongens. Dankjewel. Helemaal bij het kopstot, Henny. 0.0 hier. Hier. Een dier. Een dier? Een dier. Bos, hè? Het is mooi, die oranje lampen in de koplampen. Wat vroeg je nou? Is die truckshow waardig? Ik weet niet. Nou, ik vind het wel. Ja, hè? Ja, vind ik ook. Ja, vind ik ook. Prijs jullie in de open assen. Ja. Ja, misschien. Nee, maar deze is wel truckshow waardig. Ja? Ja. Nou, dat feestje gaat hier nog eventjes door. Laat even een reactie achter wat je van deze video vond. Gooi even allemaal die duimen in de lucht en deel deze video met al je vrienden en familie. En vergeet zeker niet te abonneren. Het is echt wel een mooie auto geworden, hè? Ik vind het echt een plaatje. Ik ben, zoals eerder gezegd, ik ben echt geen DAF man, maar dit is echt wel een mooie auto geworden. Bedankt voor het kijken. Ik vond het leuk en tot de volgende. Doei!